Peter van Dijk, Provinciale Staten, daar zit je nu in. Ja. De PVV wil ook meegaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in onder andere Goes. Waarom eigenlijk? Nou, we hebben heel lang hebben we de boot afgehouden omdat we bang waren dat we dat niet konden handelen, dat we dat niet zouden kunnen managen. En nu hebben we vorige week donderdag hebben we in Den Haag besloten dat we in heel Nederland gaan proberen om overal mee te doen. En dat is dus ook de gemeente Goes. Dat zijn alle 13 Zeeuwse gemeenten, maar dat zijn alle bijna 400 Nederlandse gemeenten. Dan zal het ongetwijfeld niet lukken om op een tijd van anderhalf jaar in alle gemeentes mee te doen, maar we willen wel in zoveel mogelijk gemeentes meedoen. En dat heeft te maken met het feit dat we nu stappen we over het voorbehoud. Dat we denken, we kunnen het niet handelen, we kunnen het nu wel handelen. We zijn, inmiddels bestaat de PVV 10 jaar. We zijn een professionele partij geworden en we kunnen dat gewoon aan. We hebben hele goede mensen om dit op touw te zetten. En we willen uiteindelijk vertegenwoordigd zijn in de haarvaten van de samenleving. En daar horen de gemeenteraden bij. Ja, want je zegt zelf haarvaten, dan moet je bij de gemeente zitten natuurlijk. Dan ben je ook bereikbaar. Uiteraard. Onze kiezers zitten allemaal ook in de gemeenten. En die hebben nu alleen maar de mogelijkheid om te stemmen op Provinciale Staten of op de Tweede Kamerleden. En het is vaak voor heel veel mensen veel tastbaarder om op gemeenteraadsleden te stemmen, want die mensen kennen ze vaak. Nou, ben jij woonachtig in de gemeente Goes? Ja. Je bent eerst Kamerlid geweest, je wordt het misschien wel weer, vertelde je al. En je zit in de Provinciale Staten op het moment. Ga jij nou automatisch meedoen aan de gemeenteraad van Goes? Nee, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Ik ben wel degene die het in Zeeland gaat organiseren, dus ook in Goes. Er is in Den Haag is de verantwoordelijkheid voor een succesvolle operatie is gelegd bij de 12 fractievoorzitters. Die hebben alle 12 enthousiast gereageerd, ik zelf ook. Ik vind het de hoogste tijd dat we dit gaan doen. Dus ik ga er met de volle overtuiging ga ik hier werk van maken en mensen zoeken om zoveel mogelijk de gemeenteraden te bemannen. Maar het is niet mijn eerste keus om zelf op een gemeenteraadslijst voor de gemeente Goes te komen. Wat voor mensen zoeken jullie? Want ja, je moet natuurlijk de PVV steunen, maar politiek is niet zo makkelijk volgens mij. Je kan alles leren. Ik bedoel, iedereen heeft het geleerd. Ik heb het zelf ook geleerd en iedere politicus heeft de politieke vak geleerd. Wat je zegt, mensen moeten natuurlijk de ideeën van de PVV ondersteunen. En mensen moeten gewoon passen in het plaatje. Het moet op een gegeven moment in iedere gemeente waar we met een gemeenteraadsfractie komen, moet het wel een team zijn. Het moeten collega's van elkaar zijn, het moeten mensen zijn die voor elkaar willen werken en die daar niet zitten om ruzie te maken of anderszins. Laten we er even vanuit gaan dat jullie in Goes mee gaan doen en dat jullie zetels halen. Waar gaat de PVV zich dan mee onderscheiden in Goes? Nou, er zijn in Goes een heleboel zaken die waarschijnlijk in alle gemeentes gelden, maar wanneer er over een AZC gesproken gaat worden, dan vindt de PVV daar wat van. Wanneer we praten over het opvangen van vluchtelingen, dan vindt de PVV daar ook wat van. Maar wij vinden ook wat van een goed, transparant financieel beleid. En dat is in Goes ook niet altijd even doorzichtig geweest. En we willen dus dat vooral de gemeentelijke financiën dat die op orde zijn. En dat daar op een verantwoorde wijze mee omgegaan wordt. Dat doen we in de provincie, zitten we daar ook bovenop. Daar zijn natuurlijk ook een aantal ongelofelijke fiasco's geweest. Als we kijken naar de Sloeweg of naar Delta, dat kost honderden miljoenen. En dat willen we dus in de gemeentes, willen we daar met klem, willen we daar aandacht voor vragen dat goed gaat. Ik wens jou veel succes nog de komende anderhalf jaar tot de gemeenteraad. Dankjewel, ja. We gaan ervoor. Het wordt een hoop werk, maar we zullen uiteindelijk succesvol zijn. Daar ben ik van overtuigd.